Nou, Koen, je had het in de presentatie al vermeld. 4,5 miljoen bezoekers. Hoe voelt dat? Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ik denk terug aan al die mensen die destijds in het theater hebben gebouwd. Want ik heb er natuurlijk voor het jubileum heel erg in gegraven in dat verleden van de Lieve Kamp. En ja, die hadden denk ik wel nu staan dansen ook als ze zouden horen dat 50 jaar later we 4,5 miljoen bezoekers hebben gehad. En in april 2019. Dus ja, fantastisch. Wat zijn de grootste verrassingen voor dit seizoen? Wij gaan in oktober een voorstelling krijgen van Paul van Vliet. Dat is heel bijzonder, want Paul van Vliet heeft eigenlijk gezegd, jongens, ik ben 84 jaar, ik ben op leeftijd, het is goed geweest. Maar we hebben toch gezegd van Paul, zou je nog niet één keer ons theater willen bespelen? En hij heeft gezegd, nou, dan maak ik voor jullie graag een uitzondering. Dus die komt en we krijgen in maart volgend jaar ook Olita Adams. En dat is een wereldster van formaat. En ook daar zijn we erg trots op dat we die naar ons hebben kunnen halen. Je staat weer eventjes in Os. Hoe voelt dat? Heel fijn om hier weer even te zijn. Ja, dus echt, ik zei het, dat is echt een beetje thuiskomen. Het klinkt altijd heel cliché, maar zo voelt het echt. Ik ben hier, ja, ik kom natuurlijk uit Ooijen, dicht bij ons. Ik heb op het TBL gezeten, dus met alle TBL-voorstellingen hier in de Lieve Kamp gestaan. Balletvoorstellingen vanaf dat ik heel klein was, waren in de Lieve Kamp. Talentenklas, Stichting was Cultureel, Lieve Kamp. Ja, dus het is voor mij altijd, ik heb hier zoveel goede herinneringen aan. Dus ik ben wel heel blij dat ik dan weer even terug ben. Toen ik in de Lieve Kamp kwam, herinner ik me dat ik op een gegeven moment collega's sprak uit het vak, die toch allemaal wel het gevoel hadden dat theater in hoog tempo vergrijsde. En ja, dat leek me zo eigenlijk zo'n rare constatering. Want het theater vergrijst niet, het aanbod vergrijst. Dus als je niet vernieuwt in je aanbod, trek je geen jong publiek. En wij hebben daar echt werk van gemaakt. Ook in het beleidsplan hadden we daar een richting aangegeven. Dat we wilden proberen jonger publiek te trekken met vernieuwend aanbod. Daar moet je echt naar op zoek. Dus eigenlijk nu in dat vierde jaar van dit huidige beleidsplan krijgt het dan pas echt vorm. Dus is het ons dus gelukt. Hè? Ik memoreerde dat al, dat we vorige week Royalistic hadden, die beroemde gamer. Of Nienke Plas als vlogster. En dan hebben we ook echt de grote zaal helemaal vol uitverkocht. Met hele jonge mensen. Waarvan een deel misschien ook wel naar die familievoorstellingen komt. Maar ook een heel groot deel nooit een voet in theater zou zetten. En als ze die stap eenmaal in theater gezet hebben, dan komen ze waarschijnlijk wel terug. Omdat ze zien dat het eigenlijk ontzettend leuk is. Misschien hebben ze bepaalde vooroordelen. Die zijn dan in ieder geval weg. Over een paar maanden sta je hier met Kinky Boots. Waar gaat die voorstelling over? Het is een verhaal met muziek van Cindy Loper, geschreven door Cindy Loper. En dat is sowieso fantastisch, want dat betekent gewoon dat het echt heel goed is. Dat heeft ze zo goed gedaan. Ik mag een komische rol spelen, dus dat wordt voor mij wel echt even iets heel anders. Dat heb ik nog nooit gedaan eigenlijk. En verder is het eigenlijk een groot feest. En het is een voorstelling wat gaat over een mooie boodschap. Het gaat over ben wie je bent, blijf wie je bent. En je moet je vooral niet willen veranderen om door iemand anders goedgekeurd te willen worden. Het komend seizoen heb je weer een fantastische programmering. Waar kijk je zelf het meest naar uit? Ja, ik ben nou eenmaal een hele grote fan van het Nederlands Blazersensemble. Omdat ze ontzettend vernieuwend zijn. Prachtige visuele voorstellingen ook maken. En dit jaar brengen zij de negende symfonie van Beethoven. Dat gaan ze ongetwijfeld op een hele bijzondere manier doen. Ik kijk persoonlijk het meest uit naar de toneelvoorstelling The Great Gatsby. Met Jeroen van Koningsbrugge. Gespeeld door het toneelgroep Maastricht. En het toneelgroep Maastricht heeft de afgelopen 3 jaar iedere keer ons weten te verrassen. Met mooie, toegankelijke, adembenemende voorstellingen. En dat gaan ze ook ongetwijfeld nu weer doen. Ik ben trots ook op het feit dat we Kinky Boots hebben met Fayenne van den Bos. De junior company van Nationaal Ballet. Samen met Ish, die Grimm brengen. Echt een fantastische balletvoorstelling is. Ook echt ook wel voor jonge mensen. Ik kan wel even doorgaan. En nu zit je even in Hamburg, een internationale oversteek. Hoe is het om daar te spelen? Ik ben daar nu in totaal een half jaar. Ik heb het nu ongeveer, nu alweer op de helft. Tijd gaat snel. En het is zo vet om gewoon in zo'n Cirque du Soleil productie te staan. Ik zing prachtige nummers. Kijk mijn ogen uit nog iedere avond. Mensen die over het publiek heen vliegen en die dingen doen met hun lijf, dat is echt bijna eng. Maar het gaat heel goed. We hebben hele goede recensies gehad. De zaal zit bommetje vol. Dus ik heb eigenlijk wel een hele leuke tijd daar.